Dat is de werking tonen van het Collins filter. Ik heb een Collins CW filter in het apparaat van 600 hertz. Nu staat die dus uit. Oh, dat is mijn station weg. Dat zul je net zien. Die zat 5 minuten lang te zijn, hè? Fuji. 1724. Nou, wie weet is er ergens anders iemand. Nou, dat is een beetje zacht omdat het... Nou, dit is een mooie. Hij is er weer. Dit is met CW-filter. En dit zonder. Dan moet ik wel vertellen dat een CW-filter... voor een geroutineerde telegrafist niet veel uitmaakt. Die kan met zijn gehoor hetzelfde effect bewerkstelligen. Tenzij het signaal omringd is door sterke signalen. Want dan maakt het wel een hoop uit, want dat kan je oor niet doen. Nu staat die aan. En dit is het SSB-filter. Kijk, die stations die hoog klinken, die zijn weg als je het filter uitzet. Alleen stations die heel dicht bij het gewenste station zitten, die komen nog door. Maar zoals gezegd, op het gehoor opnemen kun je qua signaal-ruisverhouding hetzelfde als wat je met zo'n filter kan. Alleen hoeft je oor minder hard te werken als je het filter gebruikt. Hetzelfde kan ook met een audiofilter. Het geeft meteen aan waarom een audiofilter in de meeste gevallen niet uitmaakt... Voor het onderdrukken van die verre signalen. Want het audiofilter doet meestal niet mee in de automatic gain control en zo. En dus zo'n filter in het middenfrequent is veel effectiever wat dat betreft. Maar ik heb geen drukke band om het aan te tonen. Dus ik kan niet ik kan een paar signalen eromheen laten horen. En nogmaals, het maakt voor mijn gehoor niet uit of ik die signalen ook niet als die signalen die hoog zijn, die andere signalen die er nog zitten. Stel dat die signalen zwakker zouden zijn of sterker zouden zijn dan het gewenste signaal. En het gewenste signaal, dat was een heel stuk zwakker dan nog. Als het nog waarneembaar is, het zwakke signaal, dan kan ik het er toch uitvissen met mijn gehoor. En dat is wat het menselijk gehoor doet. Ja, dus alleen bij sterke signalen die sterk genoeg zijn om de AGC zo aan te spreken dat dus de zwakke signalen niet meer hoorbaar zijn. Want dat, zo moet ik het stellen. Als het een sterk signaal is wat de gevoeligheid van de ontvanger terug doet lopen doordat de AGC wordt aangesproken. In dat geval kun je het met je oor niet meer volgen. Want het signaal zakt dan bij gevolg doordat het van verzwakking optreedt. Wordt de ontvanger minder gevoelig en dan zakt het signaal onder het ruisniveau wat je ontvangt. Vanuit de ontvanger zelf dus. En in dat geval is zo'n SSB-filter heel handig, want dan vis je het er wel uit. Of een SSB-filter, een CW-filter zeg ik. Je kunt ook SSB-filters van Collins kopen voor de FT817 en voor vergelijkbare apparaten. Ook voor andere fabrikaten natuurlijk. In dit geval heeft, tenminste de 897 en de 857 die hebben ook die mogelijkheid. In dit geval komt dat omdat er een vrij low-cost filter standaard in het apparaat zit. Dat werkt op zich wel goed, maar een Collins filter wat rond de 100 euro kost, is op de aankoopprijs toch een heel bedrag extra wat er uitgegeven zou moeten worden. En dat geeft wel een verbetering. Deze apparaten zijn ook voorzien van een mogelijkheid om, als je zo'n Collins filter gebruikt... De plek van je SSB-filter ten opzichte van de draaggolf te veranderen. En sterker nog, dat gebeurt door de draaggolf virtueel te variëren. En dat kun je dan weer gebruiken, want je kunt dat voor zenden en ontvangen en voor LSB en USB apart instellen. En je kunt dus daardoor aan de zendkant bij SSB, ook met het originele filter, je modulatie hoger of lager instellen. Daar kun je toch voordeel mee hebben. En je kunt dat instellen zonder dat je het voor ontvangst verandert. En ook zonder dat je op USB zonder dat je het voor LSB verandert.
Ja, wat je dus hebt is dat als je je filter verder van je draaggolf afzet, dan komen er minder lage tonen door en wat meer hoog. En andersom. En als je een vrij smal filter hebt, dan kan het zeker voordeel geven. Maar ook bij een wat breder filter kan het wel helpen als je modulatie niet zo dof is. De modulatie van de FT817 is vrij bescheiden, om het vriendelijk te zeggen. Dus een HF-clipper zou natuurlijk veel doen. Maar je kunt ook door het audio wat hoger te zetten dan dat het normaal is, kun je ook al wat winnen. Dus dat heb ik met deze uiteraard gedaan. Ik heb die in het begin meteen zo afgeregeld. Maar het CW-filter doet veel. En het is ook wel prettig als je veel herrie om je heen hebt, om niet die ruis steeds te horen. Het is een Bulgaar, hè? Ik weet niet of het duidelijk was. Lima Zulu. Nou, mooi.